Het is Hemelvaartsdag. We beginnen aan onze voorjaarsvakantie, dag of 10. En we zijn onderweg naar Haarlem. We hebben niets besproken. Kijken of er een plekje is. Dus dat zien jullie zo. Waar we naartoe gaan is het oude parkeerterrein van de Floriade. En, hoera hoera, we hebben nog meer dan 100 abonnees op dit kanaal. Dat vinden we hartstikke leuk. Dank voor het abonneren. Ja, en voor het liken, hè. Sla linksaf bij het Floriadepark en sla rechtsaf. Sla rechtsaf en je bestemming bevindt zich aan de rechterkant. Ja. Je bestemming bevindt zich aan de rechterkant. Camperpark N205, ja, het is een campus. Ook geen tent, ook geen caravans. Maar gelijk watertappen, dat gaat dan niet door. Heb je direct nodig dan? Nee. Ik heb nog best een houden. Dan ga jij je maar melden dan. Nou, zat je. Hoe ver je daarheen staat? Hoe meer je bij de bossen staat. Aan de hoeven met geluid. Ja, maar afgezet, allemaal evenementen hebben die. Ja, daar hoeven we niet tussen te staan. Handig, hè? We zijn aangekomen op de camperplaats in Haarlem bij de voormalige Floriade. Nou, wat ruimte zat hier op Hemelvaartsdag. En we gaan nu lekker wandelen. We gaan een trage wandeling maken. Hier hebben we nog een parkeerterrein dat helemaal niet meer gebruikt wordt. Daar zien we een uitkijktoren. En dan gaan we even naar boven klimmen. En dan kijken wat we allemaal zien. Een fietser hoort er ook bij, Joke. Ja. We gaan zo maar lekker trappen klimmen.
overzetpontje hebben we. Ik moet niet te ver achterlopen, dan zie ik het niet meer. Kijk, Joke doet er heel erg de best. Maar die wordt zo moe. Dan ga ik helpen. Kom maar er al, Joke. Gaat het al? Ik ga niet snel, maar kom er wel. Nou, het gaat prima hoor. Nou, leuke wandeling, hè? Tot nu toe. We lopen hier door een herdenkingsbos, strooiveld. Rechts van mij ligt Ab. En deze is ook wel mooi. Maar het is een mooie wandeling, hè Joke? Het is een trage tocht geloof ik dit. Ja, omdat je van alles ziet.
over even stoppen om te kijken. Dan is het een trage tocht. We gaan beginnen aan een nieuwe wandeling. We gaan een rondje Haarlem wandelen, 18 kilometer. Wandeling zelf verzonnen. We gaan eerst naar Krukius. Krukius. En van Krukius naar Haarlem en van Haarlem weer terug naar Vijfhuizen. Nou, kijken wat we allemaal tegenkomen.
We naderen de camperplaats. Het is een wandeling geworden van 18,5 kilometer. Nou ja, tot Haarlem was het veel grote weg iets minder leuk. Maar vlak voor Haarlem werd het natuurgebied. Haarlem zelf is leuk en naar Haarlem was het een hele leuke wandeling hier naar Vijfhuizen. Hierbij sluiten wij deze vlog af. Want morgen gaan we verkassen. En waar naartoe weten we nog echt helemaal niet. Moeten we nog maar kijken. En waar we terecht kunnen. Dus ik zou zeggen, duimpje omhoog. Abonneer, dus gratis. En liken, hè, als je het filmpje leuk vond. Oh, dat heb je ook al gedaan. Duimpje omhoog was dat. Wat nog meer? Duimpje omhoog. Belletje. Oh, belletje aanzetten. Mis je niks voor onze vlogs. Tot de volgende vlog.